Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win Podcast. Vandaag zit ik hier met Wendy Walrabestein en ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek. Maar voordat we gaan beginnen, eerst het volgende. Vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf. Die zijn gratis en die blijven ook gratis, maar je kunt financieel supporten door naar jannekevandermeulen.nl te gaan en dan te zoeken naar de knop doneren. Yes, dat gezegd hebbende, welkom Wendy. Dankjewel. Je bent docent, je spreekt, je hebt een boek geschreven, je bent onderzoeker, diëtist. Ja, het is... Maar waar ik eigenlijk even mee wil beginnen, want ja, dat is nu zo'n 10 jaar zo. En daarvoor heb je je gouden handboeitjes af moeten doen. Ja. Want je zat ergens hoog in de boom in de financiële wereld. Wat heeft jou doen besluiten van, ik stop daarmee? Nou, dat. Ja. Ik werkte dus, ik heb, even kijken, 15 jaar in de financiële wereld gewerkt. En in binnenland, buitenland en in mijn laatste baan werkte ik in Zwitserland, in Zürich. En op zich had ik het best wel naar mijn zin. Dat ik ontslag nam, was eigenlijk vooral gedreven door het feit dat mijn man en ik een beetje heimwee kregen naar Nederland en naar de familie. En dus we dachten van, nou oké, laten we maar teruggaan. En ik dacht van, nou oké, dan zeg ik mijn baan op en dan zie ik wel eventjes een soort van sabbatical of zo. Wacht even. Dat is al best wel een grote stap om te nemen, hè? Ja. Van, ik stop ermee. Ik bedoel, je had het leuk, je verdiende goed, je woont in een prachtig land. Wel met het idee, ik bedoel, een sabbatical, ik was toen 39 en een sabbatical, dat was wel iets wat je nog kon doen en dan kon je daarna ook nog wel, zeg maar, die wereld weer terug ingaan. En ik had ook wel op dat moment al besloten van, ik wil niet meer, hè, ik zat in een wereld van private banking, bij Credit Suisse, een onderdeel van Credit Suisse. En ja, dat is toch een wereld van de alfamannetjes. En ik deed op zich best goed in die wereld. Maar ik had ook wel zoiets van, ja, na de crisis in 2008 had ik eigenlijk verwacht dat die wereld op een bepaalde manier zou veranderen. Redelijk naïeve gedachte, gebeurde helemaal niet. Die wereld kenmerkt zich natuurlijk door een bepaalde cultuur waar ik niet meer echt, waarmee ik mij niet meer echt kon identificeren. Dus ik had zoiets van, ik wil op zich best wel nog wat doen in die financiële wereld, maar niet op deze manier, op een andere manier. Hè, om je een voorbeeld te geven, toen ik terugkwam in Nederland, heb ik bijvoorbeeld ook gesprekken gevoerd met de Triodosbank, om te kijken van, hé, is dat niet een leuke wereld voor mij? Maar goed, zoals gezegd, inderdaad een sabbatical. Ik dacht van, nou, een paar maanden, we zien wel eventjes. En inderdaad die gouden handboeien afdoen. Ik heb er wel altijd in gezeten met het besef dat het uitzonderlijk was. Wat ik kreeg voor mijn werk. Daar afstand van doen, was ook niet iets wat ik over één nacht ijs liet gaan. Hè? Je hoort wel eens iets van, ja, je moet gewoon je hart volgen, je passie en zo. En dat klinkt allemaal wel heel erg leuk. Maar je moet ook gewoon een Excelletje invullen met alle data erin en kijken en berekenen hoe je dan uit gaat komen iedere maand voor een langere tijd. Want inderdaad, ik wist natuurlijk niet of ik wel weer een baan zou kunnen krijgen. Dus ja, dat heb ik wel. Zo iemand ben ik dan ook wel. Ik zit dan echt uren op een Excelletje om te kijken of het allemaal wel echt kan. En dat had ik dus wel gedaan. En ik had ook, als ik terugkijk, denk dat dat heel verstandig was. Ik had geen plan voor die sabbatical. En dat kan ik iedereen aanbevelen. Als je de luxe hebt om dat te kunnen doen, doe het een keer. En maak vooral geen plan. Ga niet van alles verzinnen wat je dan tijdens dat sabbatical gaat doen. Het leuke is dat je... wij verhuisden dus en ik kwam dus weer in Nederland. En ja, daar zat ik dus. En ik had geen verplichtingen, helemaal niets. En het grappige is dat je dan... je gaat toch wat doen. Hè, na een paar maanden vakantie heeft iedereen wel zoiets van... als je een beetje normaal in je vel zit, dan wil je weer iets doen. En wat ik ging doen, dat had
alles te maken met gezond leven, met eten, met bijvoorbeeld zelf zuurdesembrood maken, groentetuintje, maar ook een cursus volgen over voeding of boeken lezen daarover. En nou ja, na 3 maanden was ik er gewoon uit, want dit is mijn weg, hier moet ik iets mee. En dacht ik wel van ja, dan kan ik natuurlijk wel allemaal cursussen volgen en zo, maar ik wil dan echt een beroep kunnen uitoefenen. En dat is ook de reden waarom ik toen dacht van, ik ga gewoon die klassieke opleiding tot diëtist doen. Dat is iets, ja, dan leid je jezelf op tot een professional en dan zie ik wel wat ik daarmee ga doen. En ja, het was wel grappig. Ik belde toen met de Hogeschool van Amsterdam en daar geef ik dus nu ook les. En toen kreeg ik een collega dus aan de telefoon en ik zat er met hem te bespreken van ja, hoe of wat. En uiteindelijk zei hij van ja, je hebt toch niks te doen. Begin nou maar. Het is augustus. Begin maar gewoon in september. En kun je toch na 3 maanden even kijken hoe het bevalt. En toen dacht ik van nou, dat is eigenlijk een heel goed plan. Dus dat heb ik gedaan. En ineens zat ik dus als 39-jarige tussen allemaal 20... Dat zijn ze tussen de 17 en de 25. Allemaal jonge studenten. En dat was de beste beslissing ooit. Ja, ja. En wat maakte die beslissing zo fantastisch? Het is heel gestructureerd en gericht leren wat de basis is. En dat is een basis die echt heel erg goed is. Want dat ja, vind ik echt, je hoort wel eens kritiek op opleidingen voor diëtist. Maar anderzijds is er op dit moment niet echt een andere professional in Nederland die zo bazaal, zoveel weet over voeding. Alle kritiekpunten die er zijn, hebben in mijn beleving ook vooral te maken met communicatie. Ik weet gewoon hoe het in elkaar zit, doordat ik die opleiding heb gedaan. En ik weet ook precies waar ik het moet zoeken als ik het niet weet. En dat vind ik heel erg fijn. En het heeft mij de ogen geopend. Want ik had wel een academische opleiding gedaan. Ik was econoom. Maar ik had altijd zoiets van, ja onderzoek en zo. Daar had ik niet zoveel mee. Maar dat had meer met het vak te maken dan met de kwaliteiten die je moet hebben om onderzoeker te zijn. Want ik ben juist heel erg nieuwsgierig. En iemand die enerzijds houdt van wat groter denken, maar ik kan ook uren achter spreadsheets zitten. En dat is precies de combinatie die je nodig hebt om onderzoek te doen. Dus toen ik de opleiding begon, had ik dat helemaal niet in de gaten. Maar toen ik eruit kwam, dacht ik van ja, ik wil hier meer mee. Dus ja. Leuk, maar ik zeg wel eens voor de grap het ondervoedingscentrum. Ja. en ook omdat de opleiding diëtiek, je moeilijk woord zelfs. Diëtetiek. Ja. dat als we kijken naar wie die opleiding sponsort voor een deel, dan denk ik wel eens, wij van WC Eend adviseren WC Eend. Die heb je natuurlijk ook wel eens vaker gehoord. Ja, ja. Nou, dat is een hele interessante. Dat is ook wel inderdaad goed om het daar eens over te hebben. Kijk, enerzijds de hbo-opleiding tot diëtist, dat is gewoon een publieke opleiding. Hè? Dus het is niks gesponsord of zoiets dergelijks. En het idee is wel eens dat daar de schijf van 5 wordt geleerd. Er zijn er een paar dingen die je daarover moet weten. Ten eerste wordt als basis worden de richtlijnen goede voeding van de gezondheidsraad geleerd. En die komen niet meer zo tot stand. Hè? Dus daar zit behoorlijk wat onderzoek achter. En vervolgens het voedingscentrum, die schijf van 5, dat is feitelijk de vertaling naar het publiek van die richtlijnen goede voeding. Hè? Dus dat zijn zeg maar de twee dingen. En het is een basis. Betekent overigens niet dat, want toen ik die opleiding deed, toen was ik al fanatiek veganist. Dus ik kwam met allerlei vragen natuurlijk. En het leuke was dat ik destijds ervaarde van mijn docenten dat ze het eigenlijk best wel interessant vonden wat ik te melden had. Maar ze zeiden ook van nou, dat is best interessant, maar ja, kom dan met goede evidence om dat aan te tonen. Dus ze gingen echt die discussie met me aan. Dus ik heb dat altijd als heel positief ervaren. En het heeft mij ook geholpen om beter onderzoek te doen.
Dus dat is de ene kant. En het is een bepaalde basis waarbij je eigenlijk kunt zeggen... de wetenschappelijke consensus, die is op dit moment niet verder dan wat wij met de richtlijnen goede voeding kunnen adviseren. En wat met dietary guidelines, hè, want dit zijn de Nederlandse dietary guidelines, die zijn gebaseerd op een bepaald, paradigma, zou je kunnen zeggen, waarbij je eigenlijk zegt, mensen eten op een bepaalde manier, dat is, komt vanuit cultuur en dergelijke, en we hebben te maken met bepaalde ziektes, veel voorkomende ziektes. En wat die richtlijnen eigenlijk beogen, is vanuit dat huidige voedingspatroon veranderingen aanbrengen of verbeteringen aanbrengen die erop gericht zijn om die risico's op die ziektes te verlagen. En dat moet dan weer gebaseerd zijn op hele stevige evidence. En daar kun je natuurlijk wel vraagtekens bij zetten. En dat vind ik wel een hele interessante, want als je dus in Nederland woont, waar we al heel lang zuivel gebruiken, dan zit er natuurlijk zuivel in die richtlijn, omdat dat nou eenmaal is wat wij eten. Maar als je bijvoorbeeld naar India kijkt, dan zitten daar veel meer peulvruchten in, omdat ze dat daar nou eenmaal heel lang eten. Dus die dietary guidelines, dat is ook een bepaald idee van hoe je met voeding en voedingsadviezen voor de volledige populatie omgaat. En dat is ook een belangrijk punt, dat het voor de hele populatie is. Nou, ben ik het daarmee eens? Nou ja, het is een manier om het volk, zeg maar, in een bepaalde richting te adviseren. Kan het beter? Ja, het kan zeker beter. En ten derde is daar natuurlijk de laatste tijd ook iets bijgekomen over wat te maken heeft niet alleen met de gezondheid van mensen, maar bijvoorbeeld ook met de gezondheid van de planeet. Dus er zijn allerlei aspecten die daarin een rol spelen, waarbij ik soms wel, ik hou ze graag onder vuur. Hè, ik ben ook mede-auteur van de Schijf for Life. Omdat ik het voedingscentrum ook wilde prikkelen om toch iets meer richting die plantaardige hoek te gaan. Ik moet zeker kritisch blijven. Maar ik ben er wel voor dat we een soort van wetenschappelijke consensus creëren over voeding. Leuk. Ga ik die even opschrijven als vraag van wat die consensus wat jou betreft dan is? En als jij de grote baas zou zijn, wat we dan allemaal zouden gaan eten? Ja. Kijk, als ik de grote baas ben, dan weet iedereen wel wat we gaan eten. Heel veel fruit, bladgroen, kruid en kiemen. Maar daar denk jij misschien zelfs ook wel iets anders over. Dus dat wil ik graag even weten. Even kijken. Wendy for President schrijf ik even op. Food President. Moet ik wel zeggen, even checken of het goed gaat, ja, dat ik die houding wel een tikkeltje betuttelend vind eigenlijk. Dat je echt zo gaat beginnen van, oké, we gaan kijken waar Nederland nu is. En dan gaan we ten opzichte van de gemiddelde Nederlander, wie dat dan ook maar mogen zijn, gaan we kleine stapjes in de goede richting maken. Want ik denk, en dat zie ik ook bijvoorbeeld met het advies rondom fruit. Het voedingscentrum zegt letterlijk minimaal 2 stuks fruit. Want we weten gewoon, dat heb je echt minimaal nodig om ziekte te voorkomen. Hè? Dat erkennen ze zelf ook. Maar wat heel veel mensen denken, is dat het maximaal 2 stuks fruit is. Ja. Dus heel veel mensen eten 2 stuks fruit, geven elkaar dan een hoge 5. Zo van, wat zijn we weer goed bezig, hè? Hoppa, 2 stuks fruit in de pocket. En dan denk ik, als je daar nou eerlijker over communiceert, van oké, dit is gewoon wat mensen in goede gezondheid all over the world ongeveer gemiddeld per dag eten. Bam, dat is de target. Yeah. En als jij daar dus nog heel ver vanaf staat, ga dan maar inderdaad kleine stapjes daar naartoe nemen. Maar dit is wel het ultieme. Yeah. In plaats van ten opzichte, en dat is hetzelfde met groenten. Mensen eten 200 gram groenten en dan zijn ze helemaal, wow, weet je, ik heb de bingo weer binnen. Terwijl het is echt een ondergrens. Ja. Yeah. Ja. Ja, nou, dat ben ik met je eens. Het mag ambitieuzer. Het is heel erg consensus gebaseerd. Hè? Dus als bijvoorbeeld de richtlijnen goede voeding tot stand komen, dan mag ook iedereen daar zijn plasje over doen. Hè? Want iedereen kan, en wie doet dat? Dat doen jij en ik. Nou, jij en ik zouden dat misschien nog wel doen, maar de gemiddelde Nederlander doet dat zeker niet. Dus wie doet dat? Dat is de industrie.
Dat wordt overigens heel openbaar gedaan, hè? Dat is één punt. Het is openbaar. Het wordt openbaar gedaan. Ja. Maar zij hebben wel met de financiële middelen die Zeker. Ze hebben, een megafoon zo ja. groot als deze kamer. Ja. En wij met z'n tweetjes komen daar met een heel schattig Dat toetertje is helemaal aan. Waar. Dus ja. het wordt dan wel openbaar gedaan. Maar de, ja. 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 Maar iedereen zou het kunnen doen, hè? Dus dat is, ja, ja. Het is een hele, hele ingewikkelde. Het is ook een ingewikkelde, bijvoorbeeld bij het voedingscentrum, daar is dan wel eens kritiek op dat ze gesponsord worden en zo. Nou, op zich is dat niet waar. Hè, ze worden niet gesponsord, maar ja, er werken wel mensen die bijvoorbeeld bij de Nederlandse Zuivelorganisatie veel opdrachten hebben gedaan. En ik merk overigens wel dat er veel verandert, hè? Dus... het is niet een stijve organisatie die blind is voor wat er gezegd wordt. Dus bijvoorbeeld na aanleiding van de schijf for life werden er ook echt wel direct wat goede acties ondernomen, wat ik echt waardeer. Maar heel veel van wat gebeurt gaat heel, dat is heel subtiel. Denk bijvoorbeeld ook aan Melanie Joy, die ken je misschien ook wel, hè, die bijvoorbeeld zegt van, heb je je wel eens afgevraagd waarom we bijvoorbeeld koeienmelk drinken en geen varkensmelk? En heb je je wel eens afgevraagd waarom je het je nooit hebt afgevraagd? Nou, zeg maar, die discussie, die zit totaal niet in onze visie op voeding. Dus daar zit dus heel erg dat probleem. En daarnaast, en ik moet je eerlijk zeggen, daar ben ik geen expert op. Ik weet dat bijvoorbeeld in Wageningen een aantal mensen daar best wel veel onderzoek naar gedaan hebben. Is het enerzijds de vraag, wat voor adviseer je een populatie? Dat is wat anders dan wat je iemand individueel adviseert. Dat heeft bijvoorbeeld het World Cancer Research Fund best wel goed gedaan. Die hebben gezegd van het doel voor de populatie is een x hoeveelheid groente, individueel adviseren we misschien nog wel wat meer. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar als je kijkt naar de effectiviteit van adviezen, dan is het best wel goed om ook te kijken naar de onderzoeken die daarnaar gedaan zijn, van hoe effectief is het om een populatie waar de groenteintake bijzonder laag is, om hen te adviseren om een kilo groente per dag te eten. Dus dat is lastig. Dat, ja. En dat vraagt ook wel inzicht in hoe groepen zich bewegen. Ja, ja. Ik moet ze echt direct opschrijven, want je zegt hele interessante dingen. Maar we gaan even terug naar dit is nou hoe het nu is. We geven jou eventjes alle regie in handen. Jij mag de lijntjes uitzetten. Wat denk jij, hè, want dat is volgens mij ook je startpunt. Als wij met z'n allen vrolijk en gezond oud willen worden, wat moeten we dan volgens jou iedere dag wel doen, niet doen? Heeft dat alleen met voeding te maken? Ja, daar heb ik wel inderdaad een bepaald beeld bij. In mijn boek Food Body Mind beschrijf ik dat ook, omdat het beginpunt van mijn werk ligt eigenlijk bij mijn man, die dus wat ouder is dan ik. En, hoeveel schelen jullie? Wij schelen 23 jaar. Dus dat is nogal wat. En mag ik vragen hoe oud jij bent? Ik ben 49 nu. Oké, dus jij bent voor gemak 50, dus hij is 73. Hij wordt dit jaar 73, ja, inderdaad. Wow. Ja, en we zijn al meer dan 20 jaar bij elkaar. En ik was natuurlijk in het begin bang dat hij eerder dood zou gaan, ziek zou worden, dat soort dingen. En uiteindelijk heeft dat een enorme rol gespeeld in alles wat ik nu doe. Hij is gewoon mijn soort van rolmodel waarop ik alles, hij zegt ook altijd van op mij wordt alles getest. En eigenlijk als je gaat kijken van wat wil je nou eigenlijk bereiken, dat is dus niet per se het verlengen van de levensduur, want dat gebeurt wel. Door onze fantastische gezondheidszorg worden we steeds ouder, maar je moet niet vragen hoe. En dat is precies wat mijn doel eigenlijk is in mijn werk. Dat is die gezonde levensduur verlengen. Dus dat mensen heel lang gezond blijven
En op het laatst dus, ik vertel vaak over mijn oude buurman in Italië. Die liep 3 keer per week steile berg op en af. En ik geloof dat hij 88 is geworden. En op zijn laatste dag heeft hij ook die berg op en neer gelopen. En viel die dood neer vanwege een hartaanval. Je kunt je afvragen of dat niet wat langer uitgesteld had kunnen worden. Maar toch, iedereen wil zo aan zijn einde komen. Hè? Dus lang alles kunnen doen en in één klap dood. En om dat te bereiken, daar heb ik natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Ook mijn werk als onderzoeker heeft daar pakte een vlakje daarvan, een klein stukje daarvan. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat je overwegend plantaardig moet eten, dat je veel moet bewegen en dat je je stress moet verlagen en dat je een sociale groep om je heen moet hebben. Dat wat we ook wel zien in de Blue Zones, die gebieden waar gemiddeld zo'n 10 keer meer 100-plussers wonen dan in het Westen. Als we dat nou met z'n allen doen, dan worden we allemaal niet eens heel veel ouder. Maar we blijven veel langer gezond. Ja, want dat is het. Want als ik bijvoorbeeld naar mijn oma kijk, die heeft de laatste 10 jaar in haar pamper zitten pruttelen en met haar neus in de koffie zitten roeren. Dan mag ze wel stokoud zijn geworden, maar dat is voor mij geen kwaliteit van leven. Nee. Dus dan denk ik, ja, daar gaat het niet om. Het gaat er inderdaad om, net als een andere tante van mij, dat je echt in het harnas sterft. Ja. Je dat inderdaad. Ja, en dat heeft bijvoorbeeld bij Leo, bij mijn man. Ik zei het je net al eventjes, hij heeft pas is een uitgebreid labonderzoek laten doen, wat we op zich helemaal niet zo vaak doen. Zolang je niks mankeert, is dat ook helemaal niet zo nodig. Maar hij is T70 en hij moest toch even iets laten testen. En ik zei, we vragen gewoon de huisarts of hij even het hele zaakje doet, gezien je leeftijd en het feit dat je nooit komt. En het is ook wel grappig, die huisarts die heeft ook ergens in zijn dossiers, dat zag ik zo eventjes staan, vitale man, vitale senioren man. En alles laten checken, nierwaarde, leverwaarde, uiteraard alle cholesterolwaarde, glucose, noem maar op. Ja, alles perfect. Alles perfect in orde. En dat is des te specialer als je bedenkt dat in Nederland, we hebben 10 miljoen zieke mensen in Nederland. 10 miljoen, hè? Dat is echt gigantisch. En als je kijkt naar de 70-plussers, is daarvan slechts 10% zonder ziekte of medicatie. En daar is Leo er dus één van. Enorm, hè? Dat zijn echt verschrikkelijke cijfers. Daar heb ik ook een podcast over opgenomen met mijn eigen vader. Die wilde ook bij die 90% horen. Toen zei ik, of we gaan nu even radicaal het roer omgooien. Je gaat superveel fruit eten en andere planten. En hij rent nu met mij door de bergen. En hij is ook 51 is hij. Hij is van 51, dus dan wordt hij dit jaar 72. Ja. Dus dat is toch leuk. Maar wat ook grappig was, hij had dus een hartaanval. Eventjes in straattaal noemen we dat een hartaanval. Ja. En hij had nog maar 60% van zijn hartfunctie. Mm-hmm. En dan zou hij pillen krijgen en dit en me dat. En dan was het eigenlijk een beetje uitzitten en hopen dat hij het niet weer kreeg. Maar toen hebben we met die onderzoeken ook van Dean Ornish, waar jij volgens mij ook mee hebt samengewerkt, en natuurlijk Caldwell B. Esselstein, hebben we helemaal een plan gemaakt. Dus we hebben met artsen all over the world gebeld. Dat was voor mijn vader belangrijk, want ik ben zijn dochter. En ik ben jong en fit en vitaal en zijn dochter, dus heb je net even wat minder. Mijn ouders luisteren nog steeds niet naar me. Het gaat steeds beter, maar het is, Oké. Dus ik had eventjes, externe kracht nodig. En toen is hij inderdaad het roer gaan omgooien. Maar het leuke is, en dat hadden die artsen nog nooit gezien, dat hart heeft zich helemaal hersteld. Ja, jij knikt direct. Ja, dat kan. Zo van, ja. Het blijft bijzonder natuurlijk, hè, dat inderdaad dat het hart zich zo kan herstellen. Maar ook, dat zien we dus bijvoorbeeld ook bij reuma en artrose, hoe mensen kunnen herstellen. Mensen die jarenlang bijna niet meer konden lopen van de pijn in hun knieën en nu de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Dat kan dus gewoon. Het is niet altijd mogelijk, hè? Want je kunt ook gewoon vette pech hebben. Maar het overgrote deel is in ieder geval te remmen. En voor een deel ook terug te draaien.
Ja, ja. Ja, dat is, ja, ik vind dat fascinerend. Ja, is het ook. En ik ben wel eens aan het speculeren. Is dat nou omdat dierlijke producten zo slecht zijn? Of zijn fruit en planten nou zo krachtig? Wat denk jij? Ja, ik denk dat het beide is. Er zijn een aantal dierlijke producten waarvan we gewoon weten dat ze echt heel slecht voor je zijn. Hè? Dus bewerkt vlees bijvoorbeeld. Dus alle vleeswaren, dat soort dingen. Dat is carcinogeen. Krijg je kanker van. Is echt slecht voor je. Dat blijf ik ook wel altijd weer frappant vinden. Ik werk ook best wel vaak met van die Bourgondische mannen. Het type Jan Heemskerk, die heeft daar ook een boekje over geschreven, Als Jan het kan, waarin hij beschrijft hoe hij van echt een Bourgondische man naar een fitte man ontwikkelde. Dan zitten er bijvoorbeeld een paar van die kerels en dan vertel ik dus dat hun hammetjes en salamietjes en servelaatjes en dergelijke, dat die kankerverwekkend zijn. Nou, en dan zijn ze altijd helemaal van, dat wij dat niet weten. En totaal verbaasd zijn ze daarover, terwijl daarvan vind ik dus dat het bijvoorbeeld het voedingscentrum echt duidelijker mag wezen. Het is gewoon kankerverwekkend, punt. Dus dat is echt slecht. Daar tegenover heb je natuurlijk al die goede vezels, al die goede stofjes die in plantaardige producten zitten. Dus als je bijvoorbeeld nu een vrij ongezond voedingspatroon hebt en je eet heel veel bewerkte dierlijke producten en je laat dat ineens staan en je gaat heel veel groente en fruit eten, ja, dan zijn de effecten groot, echt groot. Ja. Maar nog eventjes terug, hè? Want we hebben jou ook de food president gemaakt. Hè? Dus je zei wel gezonder eten, meer bewegen, ja, stress verlagen, omring je in een fijne community, heb gelijkgestemden om je heen of weet ik veel hoe je dat precies. Maar eventjes inzoomen op dat food, wat moeten we dan doen? Ik zou veel harder optreden tegen de marketing van allerlei producten. Strengere regels daarvoor. En dat klinkt betuttelend, maar heel veel mensen vergeten dat we nu betutteld worden door de marketing van grote bedrijven. Grote bedrijven die ongezonde voedingsmiddelen produceren, bewerkte producten die echt heel erg slecht zijn, want we hebben het over dierlijke producten, maar een net zo belangrijk slechte categorie is natuurlijk voeding waar alle voedingsstoffen uitgehaald zijn en waar alleen maar extracten in zitten van vet, suiker en zout. Dat soort bewerkte producten, die worden op dit moment voor hele lage prijzen op de markt gezet. Daar zit een hele sterke marketing op en daar zou ik echt sterkere richtlijnen voor willen hebben om dat naar beneden te brengen. En nogmaals, dat is geen betutteling. We worden nu juist betutteld. We worden eigenlijk gepusht door dat soort bedrijven om dat soort producten te kopen. Dus dat is één punt. Verder, binnen Europa wordt er nu gelukkig al sterk gewerkt aan het verminderen van subsidies aan allerlei, bijvoorbeeld tot en met de marketing van vlees, maar ook natuurlijk het subsidiëren van boeren. Ik ben ontzettend voor een sterk gesubsidieerde uitkoop, dus zorgen dat juist boeren geholpen worden om te stoppen met de productie van dieren. Dus daar zou ik echt in willen investeren, dat deze boeren een goed alternatief krijgen. En in de communicatie naar het volk toe, zou ik een duidelijker onderscheid maken tussen wat een hele goede stap is en wat het ideaal is. En ik denk dat dat namelijk een soort van oplossing kan zijn voor wat wij best wel voelen. En dat is dat wat het voedingscentrum doet. Kijk, laten we eerlijk zijn, als heel Nederland de schijf van 5 zou volgen, dan zou het er al een stuk beter voor staan. Daar twijfel ik niet aan. Maar een hele grote groep wil gewoon precies weten wat het allergezondste is. En die moeten we ook voeden. En daar zou ik heel erg pleitbezorger voor zijn om die groep ook te laten zien van wat ze allemaal nog meer kunnen doen.
En ik zou tegenover de subsidie die we eerst gaven, dus aan producten die ongezond zijn, zou ik juist de goedkopere producten willen subsidiëren. Ik heb een tijdje geleden een heel leuk gesprekje gehad met een jonge, ja, eigenlijk een soort van activiste die bezig is met food en ook met rechten. En die zei eigenlijk van ja, gezonde voeding zou eigenlijk een soort van tot de rechten van de mens moeten behoren en misschien moeten we het wel gratis gaan aanbieden. Hè? Dus je kunt daar heel ver in gaan om daarover na te denken, maar ik vind het echt verschrikkelijk dat bijvoorbeeld mensen en in het bijzonder kinderen niet de toegang hebben tot de gezonde voeding die zij nodig hebben. Dus daar zou ik heel erg op willen insteken. Ja. En dan heb je, mooi, ik zit, jullie zien mij niet, maar ik zit dan, yes, yes. Hey, en dan heb je het al een paar keer gezegd, gezonde voeding. Maar wat is dan, jij mag dat advies schrijven. Hè? Dus jij mag echt, wat die schijf van Life, wat denk jij wat we veel meer moeten gaan eten, veel minder, en waar mag de nadruk op komen te liggen? Ja, de nadruk mag komen te liggen natuurlijk op groente en fruit. Hè. Dat is een prachtige basis voor een gezond voedingspatroon. Verder, maar dan krijg je heel vaak groente en fruit. Ja. Daar kun je toch niet op leven? Nou, je komt er een heel eind mee. Je kunt best wel goed leven op veel fruit en veel groente. Wil jij het trouwens ook nog? Ja, lekker. Maar ik ben ook wel voor het gebruik van granen. Hè? Dus gezonde, volkoren granen. Denk aan rijst, haver. Ik ben ook niet tegen brood. Lekker, vooral mooi zuurdezenbrood. Hartstikke goed. Noten, zaden, granen. Veel meer peulvruchten. Dat zijn pas goede. Hè? Als mensen vragen, waar leef je dan op? Nou, veel meer peulvruchten. Even kijken, dus dan hebben we de eiwitten uit de peulvruchten en de granen natuurlijk. We hebben daar ook veel koolhydraten uit. Die halen we ook uit fruit, uit groenten, vetten, gezonde vetten uit ook weer de zaden en de pitten en de noten. Nou, dan ben je wel een heel eind. Daar kun je een prachtig gezond voedingspatroon uithalen. En dat zie je ook in die Blue Zones. Hè, in die gebieden zie je gewoon dat mensen eigenlijk ja, dit tot hun gezonde voedingspatroon rekenen. En daar zit in iedere Blue Zone zit wel een componentje dierlijk. Nou, en dan blijft natuurlijk nog de vraag over, en daar weten we gewoon het antwoord nog niet op. Leven die mensen in de Blue Zones langer ondanks of dankzij het feit dat ze nog een beetje dierlijk eten? Nou, ik denk dat dat ook niet belangrijk is. Hoe doe je dat zelf? Hoe doet Leo dat met zijn goede bloedwaarde in 72? Ja, en Leo is echt een overtuigd ethisch vegan ook. Hè? Dus hij houdt van dieren. En vindt het daarom helemaal niet moeilijk om geen dierlijke producten te eten. Wij proberen zo veganistisch als mogelijk te eten, omdat wij naast voeding ook dat ethische, maar ook milieu, klimaat heel erg belangrijk vinden. Maar als ik naar gezondheid kijk, is voor mij 80-90% plantaardig, dat is prima. Hè, die laatste 10-20%, daar weet ik eerlijk gezegd het antwoord gewoon nog niet op. Nee, maar ik weet wel trouwens dat wel. Ik weet dat je, of je nu 80% plantaardig eet of 100% plantaardig eet, beide varianten kunnen tot een maximaal gezond mens leiden. Ja. Ja. Ja, dat is interessant. Ik ga even de computer checken. Ja, dat had ik ook nog opgeschreven, dat die 80-90% regel. Maar dat is dus eigenlijk, zeg jij, die 80-90%, omdat we gewoon in jouw ogen te weinig bewijs hebben dat 100% het ultieme is. Ja, überhaupt het optimale dieet. Ik zou daar nog niet nu een uitspraak over durven doen. Wel een bepaalde range, hè? Dus ik durf wel te zeggen, als je bijvoorbeeld...
vergelijk het ook wel eens met een continuum. Je hebt aan de ene kant een totaal, waarvan iedereen weet, totaal ongezond voedingspatroon met veel bewerkte voeding, veel dierlijke voeding. En aan de andere kant een maximaal gezond voedingspatroon waar we enigszins van weten hoe dat eruit ziet. Dat is een overwegend plantaardig voedingspatroon met veel vezels enzovoort. En als je dus aan die uiterste kant zit, ja, dan zit je aan de goede kant. En dan bijvoorbeeld, ik denk zelf, ik ken mensen die gezonder eten dan ik, maar die bewegen weer minder enzovoort. Dus daar zit ergens een combinatie die je op meerdere manieren kunt invullen wat gewoon wel gezond is. En ik merk het ook aan de mensen die meedoen met onze onderzoeken. Eigenlijk, er zitten er een paar bij die echt helemaal overtuigd plantaardig zijn. Het overgrote deel doet het voor 80-90% en heeft daar al waanzinnig baat bij. Ja, dat is mooi, hè? Want daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet echt over gehad. Maar je doet onderzoek naar wat voeding kan betekenen voor mensen met reumatische klachten, toch? Ja. En wat zie je? Ja, je hebt het net al een beetje verklapt, maar... Ja, wat wij hebben gedaan is mensen met reuma, dus de klassieke reumatoïde artritis, en mensen met artrose. En artrose, dat weten heel veel mensen niet, maar artrose is volksziekte nummer 1. Bijna 10% van de Nederlanders heeft artrose. Het is groter dan diabetes type 2. En je moet je voorstellen dat bijna 1,7 miljoen Nederlanders gewoon dagelijks pijn heeft in knieën, heupen. En heel veel mensen kunnen dus gewoon slecht functioneren. Dus dat is echt een enorm probleem. Is ook ontzettend belastend voor ons zorgsysteem. En wij hebben een onderzoek opgezet waarbij we deze mensen eigenlijk een leefstijlprogramma lieten volgen. Van ongeveer 4 maanden, waarin ze 10 keer bij elkaar kwamen in groepjes. En ze leerden dus volledig plantaardig eten op basis van onbewerkte voeding. Beter bewegen, meer ontspannen. En dat deden ze dus allemaal in groepjes. Dus ja, als mensen willen weten wat ze deden, nou, lees mijn boek, daar staat feitelijk in. Het is feitelijk een soort vooronderzoek voor mijn studie. En wat je dan ziet is dat na 4 maanden de ziekteactiviteit bij reuma echt statistisch significant is afgenomen. Je ziet dat de pijn bij mensen met artrose, de stijfheid, ook significant is afgenomen. Dat ze veel beter fysiek kunnen functioneren. Ze vallen af. En het grappige is, vooral de mensen die moeten afvallen, vallen af. De mensen die niet moeten afvallen, die vallen ook wel iets af, maar veel minder. Verder zie je dat hun slechte cholesterol naar beneden gaat, uiteraard. Je ziet dat hun glucosewaarden verbeteren. Hè. Dat is altijd weer die discussie, low carb of niet. Nou, deze mensen aten heel veel carbs en hun glucosewaarden verbeteren. We zagen ook in een subgroep dat ook de inflammatie afnam. En dat betekent, hè, dat is eigenlijk ook een van mijn focusonderwerpen, omdat ik denk dat... En weet dat die inflammatie, dus eigenlijk een soort van lichte ontsteking van het lichaam, dat is eigenlijk de driver, zou je kunnen zeggen, van heel veel ziektes, van heel veel welvaartsaandoeningen, van artrose, reuma, tot en met hart- en vaatziekten, maar ook diabetes. Maar het zorgt er dus ook voor dat wij versneld verouderen. En als je kijkt bijvoorbeeld naar artrose, artrose is echt het ultieme voorbeeld van versneld verouderen. Het wordt ook vaak verouderingsslijtage genoemd. Dat is het ook wel. En het is ook heel normaal dat als je 100 bent, dat je dan een beetje pijn hebt in je knieën. Maar wat wij eigenlijk zien, is dat bij relatief jonge mensen, bij wie de slijtage nog niet echt heel, heel ernstig is, dat die al enorm pijn hebben. En het grappige is dus dat die pijn veroorzaakt wordt eigenlijk door die inflammatie. Dus ja, we hebben fantastische resultaten. Het eerste artikel die is net geaccepteerd, dus die wordt 1 dezer dagen gepubliceerd. En het tweede artikel komt eraan. En daar zijn we ontzettend blij mee. Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk, gefeliciteerd daar ook mee. Want dat is echt... Ja, wel echt heel erg gaaf. 1 al om zo'n onderzoek op te zetten. Want jij weet zelf natuurlijk wat daar bij komt kijken. Ja. Dat is, ik weet niet waar je ook je geld vandaan hebt gehaald. Maar misschien leuk om iets over te vertellen. Ja, maar ik heb sowieso nog als vraag opgeschreven onderzoek doen. Wat heb je daar allemaal van geleerd? Ja. Wat ik ook interessant vind, en ik heb zelf ook zo iemand begeleid, die stond al op de lijst om geopereerd te gaan worden voor de knieën. Ja. Maar, en jij zei 4 maanden.
Maar het gaat veel sneller. Ja, in de 8 weken al. Ja, ja, klopt. Ik wou net zeggen, want wij hadden binnen no time resultaat. En de arts is gebeld zo van, nou haal me maar van die wachtlijst af. Ja. Want ja, en de beste man, een pakje pijnstillers per dag. Halleluja, maar wat een belasting geeft dat ook op je nieren. Ja, en op je lever. Ja. Dus dan heb je eerst alleen maar pijnlijke knieën. Maar op een gegeven moment is ook je lever kapot. En nou ja, dan val je natuurlijk van de regen in de drup. Ja. Ja, dus dat onderzoek doen inderdaad. Dat het is heftig. ik ben in 2017 begonnen, part-time, als onderzoeker bij Reade. Dat is het Centrum voor Revalidatie en Reumatologie waar ik dit onderzoek heb uitgevoerd. En ik ben dus promovendus bij het Amsterdam UMC. En wij begonnen met eigenlijk geld van Reade zelf. Reade wilde hierin investeren, dat is natuurlijk al fantastisch. Mede omdat een van de reumatologen, die dus ook hoogleraar is bij het Amsterdam UMC, Dirk-Jan van Schaardenburg, hij is mijn promotor. En hij wilde dit heel erg graag doen en kreeg dus zijn werkgever zover om er een bedrag voor opzij te zetten. Daarnaast ben ik nog bij een paar stichtingen langs gegaan. Die verder, die geven gewoon geld aan mooie projecten. Dat zijn niet hele grote bedragen. En dat zijn stichtingen die verder geen relatie hebben met onderzoek of voeding of geneeskunde of zo. En op een gegeven moment, toen moesten we echt een grote stap maken. En dat is een van de problemen met dit soort onderzoek. Het is ontzettend kostbaar. Dit onderzoek heeft alles bij elkaar. Ik denk al, ik geloof dat we al 1 ton of 8 hebben uitgegeven. Dus kun je nagaan. Het is enorm. En de belangrijkste financierder voor dit soort onderzoek in Nederland, dat is ZONMW. Dat is een onderdeel van de Nederlandse wetenschapsorganisatie. Die dus gespecialiseerd is in het financieren van geneeskundige onderzoeken. En wij hebben het geluk gehad dat ze op een gegeven moment, na veel gedoe, eindelijk een potje hadden gemaakt. Eerst van 1 miljoen, later hebben ze dat verhoogd naar 10 miljoen. Of zeg ik dat goed? Of 5 miljoen? Nou, in ieder geval voor een aantal onderzoeksteams, die dus 5 ton per team zouden krijgen. En dat was echt onze redding, want voordat wij die financiering hadden, dat mag je best weten, ik was echt een burn-out nabij, want het is gewoon zo ontzettend veel werk. He, je zit met meer dan 150 deelnemers en als je promovendus bent, ik begeleidde die mensen gelukkig wel met een beetje hulp, met wat stagiaires en zo. Maar tot en met het laatste poepbuisje waarin ik voor de feces, voor microbioomonderzoek, dat moet je gewoon allemaal zelf doen. Dus ik was bestellingen aan het doen, ik was planningen aan het maken, onderzoeken aan het doen, mensen aan het begeleiden, afspraken aan het maken. Ondertussen moet je dan ook nog, want je kunt echt niet zomaar een onderzoek uitvoeren. Je moet een heel protocol daarvoor schrijven, want dat moet getoetst worden door de Medische Ethische Toetsingscommissie. Die zijn niet zo gewend aan dit soort onderzoeken, dus dat is allemaal vragen. En dus dat was echt wel... ik zou het zo weer doen, maar het is heftig. Het is heel erg heftig. Maar ik ben wel heel erg blij dat ik het gedaan heb. Ik heb er heel erg veel van geleerd. En wat interessant is dat onderzoekers zo ontzettend druk zijn, dus met het aanvragen van financieringen. En dat daar heel veel geld, of heel veel tijd eigenlijk verloren gaat. En dat is wel heel erg zonde. Ik heb het ook echt zonder support willen doen van de industrie. Ja, want ik had natuurlijk ook financiering kunnen krijgen van bijvoorbeeld vegan producten. Hè, dus denk aan een Alpro of zo. Als ik die had gevraagd om geld, hadden ze het me vastgegeven. Maar ik wilde gewoon geen bias. Ik wilde niet gehinderd worden door... Dus ik ben daar heel kritisch in geweest. En daar ben ik nu, daar pluk ik nu de vruchten van natuurlijk. Ja, dat snap ik. En
Maar toch heb je ook, dat noem je volgens mij de confirmation bias. Ja. Dat is dat je zo, ik bedoel, ik heb dat ook, hè. Ik val daar ook aan ten prooi. Je wil, ja, je bent ethisch vegan, dus je wil ook heel graag dat veganistische eten goed uit de bus komt. Ja. Waar heb jij bij jezelf daar iets van gezien? Van dat je denkt van, want er waren misschien ook mensen die geen resultaat hadden door dat plantaardige dieet. Of, ja. Je moet natuurlijk altijd kritisch blijven. Het voordeel van onderzoek doen in een setting waarin ik het heb gedaan, is dat je gedwongen wordt om je aan allerlei regels te houden. En het leuke is ook dat dit soort onderzoeken worden best wel vaak gedaan in een setting met diëtisten en dergelijke. Ik heb het bij de afdeling reumatologie gedaan. En het leuke van reumatologie is dat dat zijn onderzoekers die eigenlijk alleen maar medicatiestudies hebben gedaan. Dus ze hebben mij gewoon continu langs die lat gelegd. En toen ik voor het eerst, toen ik net begon en mijn eerste presentatie hield voor de onderzoekers en de hoogleraren, ben ik ook flink aangepakt. En, maar andersom merkte ik ook dat veel artsen, onderzoekers voeding iets alternatiefs vonden. En dus we hebben elkaar ook heel erg veel weten te leren. Want ik merk nu gewoon dat de meeste reumatologen bij Reade bijvoorbeeld ontzettend voedingsminded zijn. En ook gewoon heel erg duidelijk laten zien van ja jongens, we hebben daar onderzoek naar gedaan. En het is gewoon heel erg belangrijk dat je heel vezelrijk eet. En dat je dus gezonder eet. Want dat heeft gewoon impact op je reuma. Dus we hebben elkaar ontzettend veel bij weten te brengen. Maar het blijft. Ik bedoel, die confirmation bias, die blijft. Ik heb gewoon de neiging om een meer plantaardig voedingspatroon, altijd als ik een onderzoek lees, altijd positiever te interpreteren dan een ander. Het punt alleen met voeding is dat we allemaal biased zijn. Want we hebben allemaal een voedingspatroon. Dus als jij bijvoorbeeld iemand bent die zegt, ja, maar ik ben normaal. Ja, wat is normaal? Dan ben je misschien een omnivoor. En onbewust wil jij je omnivore dieet confirmed hebben. Dus we hebben allemaal een bias. En het belangrijkste is dat je daar helder over bent. En dat je dus altijd aangeeft van, nou, ik ben gewoon ik ben vegan. Maar ja, ik probeer daar wel altijd heel erg genuanceerd in te zijn. Dat is ook een van de redenen waarom ik ook altijd aangeef, ik ben zelf vegan, maar als het over gezondheid gaat, weet ik niet zeker of je 100% vegan moet zijn om optimaal gezond te zijn. Ja. Want dat weet ik gewoon nog niet. Nee. Maar als ik jou dus hoor, dat heb ik helemaal niet gehoord, dat ga ik nu vragen. Dus jij, geloof je in de wetenschap? Ja, maar de wetenschap is voor mij niet heilig. Misschien zullen sommige mensen zeggen, wat een genuanceerd gedoe. Nee, maar ik ben het helemaal mee eens. Ik schrijf dat ook in ieder boek, hoor. Ja, het punt is namelijk dat wetenschap heeft ook echt beperkingen. Zeker als je naar leefstijl- en voedingsinterventies gaat kijken. Voeding is zo ontzettend ingewikkeld, daarom kun je nu het antwoord niet geven. Terwijl het leuke van voeding is wel dat je er persoonlijk mee kan experimenteren. En N=1, daar houden we niet van in de wetenschap. N=1 is geen. Ja, precies. Als bijvoorbeeld diëtist is het meer dan prima om te zeggen van nou, als jij denkt dat je overgevoelig bent voor product X, laten we dan eens op een hele gestructureerde manier dat gaan toetsen. En dan ben je dus heel erg bezig met juist die N=1. En dat maakt juist ook de hele diëtetiek heel erg leuk. Dat je daar een beetje mee, daar is de diëtiste ook bij uitstek, denk ik, een hele goede voor. Want die kan dat namelijk op een hele verantwoorde manier doen. En ook op een gestructureerde manier. We weten bijvoorbeeld, ik noem maar wat met kurkuma bijvoorbeeld. In de Ayurveda wordt dat al duizenden jaren gebruikt als een soort medicijn. En als er een negatieve studie verschijnt, dan is het eigenlijk vooral zo dat dat de studie negatief is, omdat we de vinger er niet op kunnen leggen. We kunnen namelijk, we werken in de wetenschap met
één uitkomstmaat. Dat is ook altijd heel erg lastig. Daar moest ik ook mee werken. Je kunt dus bijvoorbeeld niet zeggen, laten we eens kijken wat dit voor de gezondheid doet. Nee, je moet één uitkomstmaat kiezen. Je moet alleen bijvoorbeeld het LDL-cholesterol kiezen als uitkomstmaat. Dat is heel erg jammer voor voeding, want voeding heeft misschien een minder grote impact op het LDL-cholesterol dan bijvoorbeeld 40 milligram statine. Maar 40 milligram statine verbetert de rest van je gezondheid niet. En dat doet die voeding wel. En daar hebben we eigenlijk gewoon nog niet een goed wetenschappelijk model voor. Ja. En is het dan niet ook een beetje zo dat we nu misschien wel op een punt zijn in de wetenschap, dat het niets anders is dan dat we dat moeten erkennen? Dat er limieten zitten aan ons denkende vermogen en limieten zitten aan onze analyses en... Ja, ik denk dat wat ik wel zie bijvoorbeeld in de wetenschap is dat er wat meer ruimte wordt gegeven de laatste tijd voor case studies bijvoorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld een hele leuke meneer gesproken die... Misschien handig, ik in de reden val, maar dat we wel even uitleggen wat een case study is. Ja, ja. Voor jou is het gesneden koek, voor mij ook. Ik ga daar ook uitgebreid op in de boeken. Ja. Maar een case study is eigenlijk een leuk experiment met een kleine groep mensen voor een... Ja. 2, 3, 4 weken. Ja, of in dit geval ging het dan over een casus van één patiënt. Dat kan ook, dat is ook een case study. En in dit geval gaat het over een patiënt met een bepaalde vorm van lymfeklierkanker. En die heeft dus zelf geëxperimenteerd, maar de goede man was toevallig ooit hoogleraar geweest en had zoiets van, nou, dit is een leuke casus. En hij experimenteerde dus met een whole food plant-based diet, dus echt een volledig plantaardig, gezond, onbewerkt voedingspatroon. En het effect bekeek hij in termen van wat is het effect op de witte bloedcellen. Hè? Die kunnen namelijk nogal uit de bocht vliegen als je lymfeklierkanker hebt. En dan misschien toch even uitleggen wat witte bloedcellen zijn. Ja. Want dat is eigenlijk je verdedigingslinie, leger, je afweersysteem. Ja, maar je kunt er dus ook te veel van krijgen. En dan heb je dus lymfeklierkanker kunnen hebben. En in zijn geval was dat dus zo. En het mooie was dat hij ging eerst vegetarisch eten en toen zag je het al heel netjes afnemen naar een beter niveau. En toen ging hij plantaardig eten en toen kwam het binnen een range waarin je kunt zeggen van nou, daar kun je best wel oud mee worden eigenlijk. En hij heeft dus samen met zijn, volgens mij was het hematoloog, daar een artikel over geschreven. Nou, hartstikke mooi. En ik denk dat het ook gewoon heel erg goed is dat dit soort case studies gepubliceerd worden. Want op het moment dat er meerdere van dit soort case studies zijn, kun je, want als ik bijvoorbeeld onderzoek doe, moet ik altijd een rationale hebben. Je moet bijvoorbeeld bij een medische ethische toetsingscommissie, kan ik niet zomaar zeggen van, nou, ik heb een bepaalde ziekte en ik denk dat dit dieet werkt. Je moet een aanleiding hebben om mensen bloot te stellen aan een bepaalde behandeling. Dus ik moest ook aantonen van, is er eerder onderzoek gedaan naar voeding en reuma? En pas dan heb je een rationale, heb je dus een reden en kun je dat onderzoek doen. Nou, als je een heleboel van die case studies hebt, dan heb je een goede rationale, heb je een goede aanleiding om wat groter onderzoek te doen. En ik denk ook dat dat heel erg belangrijk is. En we moeten erkennen dat dubbelblind, placebo-gecontroleerde studies, clinical trials. Ik ben echt tot de max gegaan. Ik heb een randomized control trial gedaan. Dat is echt heftig. En bij leefstijlonderzoeken moeten we ook gewoon accepteren dat je ook best wel goede evidence kunt verzamelen met observatiestudies, met interventiestudies zonder controlegroep. En dat soort bewijs moeten we ook op hun waarde gewoon schatten en meenemen. Ja, helemaal eens. Helemaal eens. Waar mocht je ooit nog vervelen en zin hebben in een case study? Ik had bijvoorbeeld echt helemaal spastische darmen. En veel scheten, vaak poepen. Nou ja, sorry voor de poepverhaaltjes. Maar inmiddels kan ik poepen zonder vegen. En ik heb dus ook bij de VU mijn ontlasting laten checken. Nou, ze waren helemaal over de moon. Zo van, wauw. En als je dan weet hoe ongelooflijk veel mensen darmproblemen hebben. Ja. En wat voor
ja, in mijn ogen, hè, dan gaan we ook straks even een bruggetje maken naar mijn ongenuanceerde misschien. Maar als ik dan zie wat voor troeps geadviseerd krijgen en dat ze weg worden gehouden bij de dingen waarvan ik denk dat het juist echt super goed is voor je darmen. Denk aan de banaan, denk aan de dadel. Hou ik me aanbevolen. Ja. Nee, dat is... Ja, maar überhaupt, dat is het grappige. Als je microbioomonderzoek leest, daar is er eigenlijk geen vraag meer. Vanuit microbioomperspectief... Ja, microbioom moeten we denk ik toch even weer gaan toelichten. De beestjes in je darm, hè? Nou, dus, en hoe meet je of je een, hè, dus een, bijvoorbeeld een gezond microbioom bestaat uit allemaal goede beestjes, of veel goede beestjes, en die produceren dus ontstekingsremmende stofjes. Dat is een van de redenen waarom het zo fijn is om een goed microbioom te hebben. Nou, en, heb je, en die goede beestjes die leven dus vooral op vezels. En mede daarom is binnen het microbioomonderzoek, en dat is ook wel leuk, want ik doe dat ook. En het microbioomonderzoek is eigenlijk al wel geaccepteerd dat veganisten eigenlijk de beste poep hebben. De beste microbiomen hebben. Op dat vlak zijn we het wel redelijk eens dat een plantaardig voedingspatroon heel goed is voor je darmen. Maar het is wel belangrijk om te weten, want gezonde darmen zijn ongeveer het startpunt van alles. Ja. Gezonde darmen laten je vrolijker voelen. Gezonde darmen zorgen voor een berensterk immuunsysteem. Weet je? Want als iedereen weer loopt te sniffen en te hoesten, word jij overgeslagen. Gezonde darmen, heb je ontsteking ja of de nee? Ja, zeker. Worden in verband gebracht met ook, hebben bijvoorbeeld mensen met reuma, hebben echt een heel specifiek darmmicrobioom. Je hebt bijvoorbeeld heel veel Prevotella copri, dat is een bacterie, veel meer dan de rest van de populatie. Dus heeft veel invloed. Leuk. Ik ga eventjes naar mijn lijstje. Dat is eventjes, dat gaan we even over filosoferen. Ik denk dat mensen die mij niet goed kennen, die mijn boeken bijvoorbeeld niet hebben gelezen of niet lekker, dat ik soms over kan komen als ongenuanceerd, zwart-wit, rigide, bla bla bla, radicaal misschien ook wel, extreem. Mm-hmm. En dat jij denk ik wel echt te boek staat als genuanceerd. Stel je voor, je zou mij mogen herschrijven of verbeteren of zeggen van, nou Janneke, wat je daar zegt. Heb je dingen die je dan in je opkomen waarvan je denkt van, nou, dat zou ik even anders zeggen, anders adviseren, anders... Nou, als ik je heel eerlijk moet zeggen, hè? Nee, ik zou dat eigenlijk niet willen, want ik denk dat er... ik denk dat er heel erg behoefte is, enerzijds aan meer nuance, maar anderzijds ook juist dat geluid van... ik zou het niet ongenuanceerd willen noemen, maar ik zou het iets activistischer willen noemen. Hè? Dus ik identificeer jou toch wel met een iets meer activistische stijl van werken. Wat ik juist heel erg waardeer. En ook nodig is om bepaalde dingen, zeg maar, aan te zetten. Als je alleen maar naar dat genuanceerde geklets van onderzoekers en mensen zoals ik moet luisteren. Wij doen vaak ook onderzoek omdat ooit, dat vind ik al, het leuke voorbeeld vind ik altijd Wim Hof. Wim Hof, dat was ook een bijzondere, is een bijzonder iemand die ook wat activistisch en misschien wel een beetje radicaal. Maar het is dankzij hem dat er nu goede onderzoeken worden gedaan naar het effect van ademhaling, het effect van kou op het lichaam. Zelfs de Hartstichting heeft nu onderzoek gefinancierd naar het effect van kou op het lichaam. Dat is dankzij Wim Hof. Dus we hebben dat soort mensen nodig, mensen die iets radicaler zijn, iets activistischer zijn, die het ook laten zien, hè, dus die een stap verder gaan.
Ik vind jou ook altijd een inspirerend voorbeeld van iemand die gewoon laat zien wat je nog meer kan doen. Hè? Ik ben degene die laat zien van ja, je kunt nog steeds lekker leven, hè? Een beetje bourgondisch leven en dan ben je heel gezond. En jij laat zien wat je nog meer kunt doen en dat geluid hebben we ook gewoon heel erg nodig. Nou ja, ik heb ook inspiratie nodig. Ja, ja. Nou ja, en ik denk wat er ook bij komt kijken is dat, dan ga ik even ongenuanceerd zijn, maar al dat gelul over details doet er eigenlijk niet toe als de basis niet staat. Ja. Dus ga nou eerst maar eens, dat zeg ik ook heel vaak, ga nou eerst maar eens al die, nou nee, ik ga niet eens beginnen over dingen schrappen. Ga nou eerst maar eens heel veel gezonde dingen toevoegen. Ja. Hè? Neem bijvoorbeeld heel 2023 iedere dag een groene smoothie. Ja. En als dat dan vlak voor het slapen gaan nog moet, hè, want je hebt hem nog niet gehad, terwijl iedereen zegt dat het niet goed is om, hè, voor je gezondheid om voor het slapen gaan nog iets te gaan eten. Boeien, doe het gewoon. Ja. Weet je wel? Iedere dag consequent. En ga dan kijken wat het met je doet. En als we dan met z'n allen richting de Olympische Spelen gaan, nou, dan gaan we nog wel genuanceerd kijken van waar zit nog winst in dit en met dat. Maar zet eerst die basis maar eens goed neer. Ja, ja, dat doet mij ook denken aan, aan sommige mensen die zich echt kunnen verliezen. In inderdaad details die gewoon hebben bijvoorbeeld, ik had een keer een mevrouw die zei van ja, maar welke tahin moet ik dan hebben? Moet ik dan de bruine tahin hebben of de witte tahin? Welke is nou gezonder? Ja, maakt niet uit. Eet eerst maar eens meer groente en fruit en welke tahin je dan precies op je boterham smeert, dat maakt mij echt niet uit. Dus in die zin ben ik het heel erg met je eens. En het is wel echt, ik ben nu in de laatste fase tot mijn promotie en ik vind onderzoek doen fantastisch, maar inderdaad, soms word je echt gek van dat geneuzel op de vierkante millimeter en denk je echt van jongens, dit moeten we gewoon doen, dit is, ik bedoel, hoeveel meer bewijs wil je nou nog hebben? En zo zit ik, dus in die zin ben ik ook niet de ideale mierenneukerige onderzoeker. Op een gegeven moment heb je gewoon iets staan en moet het ook verkondigd worden. Dat is ook de reden waarom ik heel graag in podcast kom. Ik wil gewoon mensen, en bijvoorbeeld waar ik ook heel erg blij mee ben, dat ik een soort van de diëtist van de libellen mag zijn. Dat de libellen ook mijn platform geeft om mensen, mijn promotor zegt ook altijd, je bent gewoon een teacher. Dus ja, dat doe ik graag. Ik wil gewoon die boodschap blijven vertellen. Het is niet moeilijk, en ik ben het helemaal met je eens, het is niet moeilijk om een stap te maken. En helemaal als het een positieve stap is, eet vanaf nu iedere dag één extra stuk fruit. Eet iedere dag vanaf nu bij je lunch een paar stukjes groenten, worteltjes, maakt niet uit. Maar doe iets. En ieder stapje telt. Echt. Ja, leuk. Leuk. Ja, heel leuk. Ik vind het eigenlijk wel een mooi einde. Ja, hè? Doe iets. Doe iets. Ja, ja. Prachtig einde. Ja. Kom in beweging en we gaan hem afronden, ja. Mooi. We gaan hem afronden. Ik ga nog wel vragen, want je boek is helemaal nieuw. Het ziet er, ja, jammer ja. Dat ik ga het toch even pakken en even laten zien. Nou, dat is lief van je. Ja, het is de derde druk ondertussen alweer. En helemaal updated. En ja, feitelijk dus het vooronderzoek van mijn studie gaat dus niet specifiek over reuma en artrose, maar eigenlijk meer over inflammatie en over lang, gezond en fit blijven. Ja, als je net als Leo wil, op je 70 plus nog steeds vrij van ziekte. Ja, super. Of als Simon. Precies, die is, ja. Mooi. Waar kan ik dat boek kopen dan? Overal. Oh, ja. Super, dus gewoon Food, Body, Mind, Wendy van Rabenstein en ja. Dan vinden ze het wel. Ja. Super, oké, gaan we hem afsluiten. Dankjewel Wendy. Jij ook heel erg bedankt voor het luisteren en zelfs misschien wel kijken. Vind je dit gaaf, deel het dan volop op je social media. Abonneer je ook en deel het, want you never know, er is mensen met reuma, mensen met artritis, mensen met slechte darmen, ze zitten echt overal en het kan zomaar zijn dat net zo'n persoon echt denkt van de wanhoop nabij is en dan zoiets heeft van, weet je wat, laat ik ook maar eens iets meer plantaardig gaan eten. Wat echt iemands leven ja, ten positieve ontzettend kan veranderen. Dus deel het volop. Je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Vind je het gaaf?
Dan mag je ook financieel supporten door naar jannekevandermeulen.nl te gaan en dan te zoeken naar de knop doneren. En dan wil ik heel graag zeggen, tot de volgende keer. Doei! Wil jij ook op een supergezonde, verantwoorde manier meer plantaardig eten? Lees dan het nieuwste boek, De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen. In 2019 werd ik voor het eerst wereldkampioen kustroeien en in 2021 werd ik moeder. Allemaal op een dieet van voornamelijk fruit en planten. Want weet je wat het leuke is? Jij hoeft niet dezelfde fouten te maken als dat ik heb gemaakt. Wil jij ook het allerbeste voor jezelf, de dieren en de aarde? Ga dan naar jannekevandermeulen.nl/boeken.